Ja, dan ben je zanger, hè? In zo'n bandje. Ja, dat is zo'n Nederlands bandje. Goldband. Ja, Goldband. Oeh, mijn stem sloeg er van over. Goldband. Ja, vrienden. En dan ga je je lopen aanstellen. Ja, ja. En dan ga je ook nog een keer te koop lopen met je verslaving. En te koop lopen met dat je een slappeling bent. En dat moet dan allemaal. Ja, want wat heeft die gozer gedaan? Die zanger van Goldband. Ja, ik kende de band niet, maar nou wel. Want die ging dan op het podium een beetje coke staan snuiven. Hé, ja. Dan ben je stoer, hoor. Ja, dat durf je, hoor. Ja. En dan ben je ook een rockster, hè. Ja, dan ben je echt een rockster. Zit je in zo'n Nederlands bandje en heb je een klein beetje succes. En dan denk je, oh, ik ben een rockster. Wat een schreeuwend misverstand is dat, vrienden. Plus dat hele rockster gedoe. Dat was vroeger. Dat is ontzettend ouderwets gewoon. Ja. Zelfs ooit Keith Richard. Ja, die is ermee gestopt. Ja. Met de rockster uithangen. Die dacht van, ja, hebben we nou wel gezien. Nee, hoor. Niet als je bij Goldband zit. Dan denk je, nou, weet je, ik ga nog even raar doen. En dan ben je bijna 30, hè? Dat is die gozer. Die is bijna 30 jaar. En dan gedraag je nog zo puberaal en zo kinderachtig. Het is ook zo zielig allemaal. Oh, wat erg, hè? Ja. En maar, vrienden, los van dat ze een voorbeeld geven van, nou ja, dat wil je niet weten gewoon, hè? Dan speel je voor allemaal kinderen. En dan ga jij daar stoer staan te snuiven. En nu komt het allerergste van dit hele gebeuren. Dat is, dan moet ik nog even tussendoor nog even vertellen, hoor. Aan de tafel bij de Jinek, ja, daar gingen ze dit allemaal weer een beetje zogenaamd weer om signaal af te geven aan de gordel. Grachtengordel van, ja, we zijn geen moraalridders, hoor. Nee, dus we weten niet goed wat we met dit geval aan moeten. Dat zeiden ze daar, ja. Nee, het zijn geen moraalridders. Nee, dat is ook niet nodig. Wat dacht je van normaalridders? Als jullie dat nou eens worden, en gewoon normaal ridders, niks aan de hand. Dit is toch niet normaal? Ja. Maar het allerergste, daar kom ik nu, is dat een prijs is uitgereikt. Wat heeft die jury van die prijs, hè? Dat is dan de Popprijs 2022, wat hebben die nou gedacht? Die hebben niet gedacht bij zichzelf, nou, weet je, dit kan helemaal niet. Nee, dat hebben ze niet gedacht bij die Popprijs, hè. In plaats dat die gozer van die Goldband, dat die snuift, dat moet hij weten. En snuift zich lekker helemaal kapot thuis. Ja, ga je gang. Maar Koek komt niet op het podium. En dat hebben ze bij de Popprijs niet bedacht. Nee. Die denken, we geven die Goldband de prijs. Nee. Nee, je moet eens zeggen, nou, jullie maken leuke deuntjes. Jullie hadden die prijs gekregen, maar nu niet. We reiken hem dit jaar niet uit. Klaar. Meer had er niet gehoeven.